Op Pinksterzondag wordt het koningsscheet bij Schutterij, Sint-Jozef en Stein. Na zo'n 100 scheet wordt het bijna zo wiet. Wie de laatste koning Jan Vaassen aanlag voor zijn scheet. Maar net mis. Iedere ronde wordt opnieuw geloot en het gaf aan dat Jan direct daarna weer opnieuw moest scheeten. En dat lukte. En de blije koning Jan. Zijn vrouw Maria, hier in het blauw, kunt hem ook feliciteren en wordt opnieuw koningin. De Dirgelander muzikanten zorgen voor de gezellige muzikale klanken. Bij het jeugdscheten ging de titel naar Ivy Driessen. Jean Soeteman probeerde haar bij de schutterij te krijgen. Tijdens het burgerscheten komt er een flinke regenbui en dan wordt het voor een oer stilgelag en de norm van onder de paraplu weer geschoten. Door de regen zagen we net te laat dat Mark Slepen de vogelaaf schoot. Wie de dames zag het dan uit dat Mirjam van Es de vogel ging afscheten. Maar ze schoot een heel groot stuk weg. Hierdoor wordt de baan vrij voor Ariane Houtvast van Mulke om zich burgerkoningin te noemen. Jan Vaassen kreeg voor de tweede keer het koningszilver omgehangen. Ook de burgerkoningin en koning worden in het zonnetje gezet. En dan nog even samen op de foto.